wel echt tegen. Maar het was wel een hele gevaarlijke spin. Het was wel een gevaarlijke spin, maar het was niet een hele gevaarlijke spin. Je bent best wel fucked volgens mij als je deze beest beter wordt. Want je... ja, het was zo'n klein spinnetje. Het was een heel klein spinnetje. Het was wel giftig ofzo, maar ze kon dat gewoon behandelen in het ziekenhuis. Volgens mij is het met zulke spinnen echt zo van... het doet heel erg zeer en dan gaat je bij sommige van die beten dan valt je hele houten af en zo en dan ik weet niet wat die spinnen voor gif hebben, maar sommige die hebben echt zulk erg gif, zeg maar niet dat je dan aan dood gaat, maar dat je hele zeg maar de plek waar je gebeten bent, dat het helemaal gefuckt is. Ik had ook iets gezien dat er een of andere hele witte sleet uitkwam of zo, zo'n hele dik ee. En dan zeggen mensen dus van, oh ben je bang voor spinnen? Ja, dat wil je ook. Die Europese spinnen die zijn al geheel... Ja nee, die spinnen die in Nederland zijn, die zijn ook niet gevaarlijk en die doen sowieso ook allemaal niks, maar ik hou er nog steeds niet van. Nee. Ik weet niet, ze zien er eng uit of zo. Ze zitten soort te krioelen en zo. Ja, ik weet niet. Dat is, heb ik niet. Minions has spawned. Dat is gewoon. Ja, ze van. Hallo! Hallo, zegt Elise tegen Ribben. We gaan maar deze golems doen. Ja. Silver of the moon. Silver of the moon. What the fuck is this? Hebben we Elise top? I land the land. By the power of the flame. Nu ben jij level 2, maar niet zoveel uit. Kan ik gelijk weer alles bij hier. For a piece of nine. Niet gegrabd worden. Dat kan ik ook tegen jou zeggen. Wat zei je? Hoe raakte dat? Ja, dat vraag ik me ook af. Dat was no way dat dat binnen range was. Dat was echt no way dat dat binnen range was. Ja, nou, die grab zag ik echt niet aankomen. Oh nee! Ja, wat nu? Door die mensen moet echt helemaal een keer ophouden. Ik word er soms zo gek van. Level Speed Dragon, dat vind ik ook wel wat hebben. Gelukkig dat deze Elise en zo is wel opletten. Want het was er ook laat zo van, toen was jij ook op midlane en toen was de jungle op midlane en die kan mij niet redden terwijl er een Riven achter me aan zat. Toen was je met andere dingetjes bezig, niet geklept worden. Ik zie jou wel Blitzcrank. Hij heeft een waard gekocht hoor. The whole world in battle. We moeten het hier even freezen. I lend my own. Oh,
Die gaan niet werken, denk ik. Wil je die mees even aanvallen? Dat ik die kan pakken. Every step, a new journey. Ja, ik had een meisje wel. Never waste a breath. Ik denk het anders dat ik, zoals net die game van ze net, gewoon vaker mensen gaan babysitten. Je wilt ze bijvoorbeeld zo fucking hard flamen. Dan hebben ze het op een gegeven moment gewoon echt gehad. Ja, net als die Evelyn, maar die staat ook op midlane, die staat gewoon overal. Ja, maar dat is gewoon Evelyn. The whole world in balance. Ik heb die exhaust op de seconde, maar ik heb er geen zin van op de hand. A piece of mind. Never wow. A breath. Wat zit die Rengar nou te zeggen? Haha, nou, ik flashte. Oh mijn god. Wie flashte? Wie zing? It is not work. Iemand flashte er voor hem achteraan. It's not work. It's destiny. No, it works. Kijk, dit is echt, dit is nou echt een heel goed team. Met name is, ik weet niet hoe dit met die individuele skills zit, maar... Die synergy, zeg maar. Ja. Want die... Nee, van de jungler en de midliner. Ik vind zo raken en Fein vind ik altijd op een of andere manier heel goed gaan. Ik weet niet, dat ding komt uit. Gracefully. Nou, die heeft spinnen zo goed. Wat wil je gaan doen? Oh, ze execute. Mikkelsinnetje. En Orianna. Nee, maar het is gewoon het idee met deze botlijn zo van, je kan met Fein moet je meestal gewoon passen spelen. Alleen daar hou ik echt totaal niet van als AD Carry zijnde. En met Soraka kun je ook gewoon aggressive spelen. En dan kun je dus met een AD Carry die normaal niet aggressive kan, wel aggressive spelen. En dan is Fein early game ook goed. Zeg maar. Ja, ik dacht dat al pakken. Nou, ik denk dat ik niet hoefde te healen eigenlijk, maar hij heeft in ieder geval geheeld en geflashed. Every step, a new journey. Ik faalde mijn stun ook weer. Oh, die zin komt eraan. Ik kill hem gewoon. Where am I needed? Ja.
Nee, ga voor mij staan, alsjeblieft. Dank je. Wanneer heb ik het? Allemaal mana-potions. Ja, ik heb ook mana-potions. We kunnen hun ook gewoon. Ik heb ongeveer 15 seconden mijn ulti weer. Oh, maar ik heb ook blue buff. Ja, dat heeft hij wel heel goed gedaan, moet ik zeggen. Dat is echt een uber gank. Maar Lucian is nog niet eens level 6. Is my path. An enemy has been slain. Rampage. Ik deed het echt helemaal. Ik moet even wachten hoor, ik ga een keer. Please, kom hier, kom hier! Oh nee, mijn red heeft vastgelopen! Nee. Dat die Orianna zoveel range had met die bal. Er is no way dat als zij daar staat, dat zij die bal vanaf daar naartoe kan duwen. What the hell, dat neem ik op. Er is echt... What the fuck. Oh, dat was echt onzin. This is my path. Dat moet ik echt terugzien. The whole world in balance. An enemy has been slain. Ah, dat is blitzkrieg, ik vind het vast. Nee, iedereen flasht geluid uit zijn grep als ik een grep heb. En dan kan hij niet omhoog nog. Never waste a grep. Blitzbot komt er wel af. Nee, Lucian, die deur is gewoon te blijven. Ga weg, Lee Sin komt eraan. Ik kan hier wel 2 verenigen, denk ik. Where am I needed? An enemy has been slain.
hard en niet meer halen, dan gelijk weg. Every step, a new journey. Zoals ik al zei, ik denk dat ik ze wel kan 2 voor 1. Ja, maar ik heb ze wel vaker en dan... Ja, maar jij was het toch ook wel? Ja, nou ja, vanzelf. Je doet Sam en Lucian, je weet maar nooit wat die doen. Je kunt me zo in één keer wandelen. Ja, maar niet deze, Lucian. Kun je redden? Nee, ik zit hier weer tussen twee turrets. Ik kom weer eraan, van de andere kant. For peace of mind. Ja! Oh mijn god! Get fucking wrecked, Scruff. We komen hier even naartoe. Dan had je niet kunnen zeggen van, ah, ik kan ze wel 2 voor 1. Nou, had ik ze makkelijk kunnen 1 voor 5. Ja, als ze allemaal even mooi in een koon gaan staan, zeg maar, ja, dan wel. Nee, dat doe je toch ook in de koon. Dat doen ze in Bond, dat hebben ze in Bond wel gedaan, toen had ik een pentakill. Ik heb ook wel eens een voortje de pentakill gehaald. Ja, ik denk dat het nu nog makkelijker natuurlijk gewoon. Of nou wel, we speelden AP. Maar... voor mij is het nu nog makkelijker. Mana moon. Ja, dat is niet... The whole world in balance. Nee. Nou, hoe is dat nou? Gelukkig zag ik dat dat ene ding, die ene kever was gemarkeerd door Loesje en anders was ik daarin gelopen. In dat bosje. Ja, in dat bosje daar, daar wou ik een waard aan plaatsen. Dus ik zag dat die kreeftige kever is gemarkeerd door Loesje. Every step, a new journey. Ik heb nou de dragon gedaan. Be at peace. De jenger is echt een shitteroni. Ja, wat de hel moeten wij daar in godsnaam gaan doen dan? Gracefully. Eyes open. Your
Oh, dan komen ze jou met ze halen met z'n vijven. Dat denk ik ook. For peace of mind. Rampage. Ja, godverdomme. Dat is niet eerlijk. Wat doet die spin? Renger is toch een serieus spin. Ik vind Blitzcrank wel echt super irritant om eerlijk te zijn als AD Carry zijnde. Ja, ik vond het laat. Nou, die grab niet per se, maar die knock-up is zo vervelend. En dat is ook niet zo'n ding waar je dan zo'n QSS voor kan kopen, want dat is een knock-up en dat is niet, dat telt niet als. Als zoiets. Dat telt niet. Dat telt niet. Mevrouw Joortsma, mevrouw Joortsma. Your team has destroyed a turret. Ik ga nog even voor 70 gold wachten. Ik wilde zeggen dat ze user Rengar, maar toen van shotte die haar weer van even. Dat is zo net ook al hoor, toen we even achter me. Ja, maar die. Ik werd echt. Ik werd door Raven besprongen. Every step, a new journey. Gracefully. Nee! Ik ga voor de 105 crit chance. Every step, a new journey. Ik word telkens maar als ik nog telkens te hebben, maar. Gaan we nog morgen naar Beppe of niet? Ja. Als het weer is. Het zal droog gaan. To heal and protect. Dus hij bedoelt, hij wou in de Depth of the Sea zijn. De Depth of the Sea. Ik hou dat ding eigenlijk Twisted Fate. An enemy has been slain. The whole world in balance. An ally has been slain. An ally has been slain. Never waste a breath. Dat gaat. Ah.
Oh, blijf weg van dat man. Ik weet niet of we leven dan. Damn it. Lees ik er maar vandoor. Ik heb er geen goed. Rust door. Hoe dit weer rengen zo ongelooflijk veel damage. Hij heeft niet eens zo extreem. Hij heeft niet eens echt heel veel damage gekocht ofzo. Of in ieder geval voor dit level, maar hij heeft gewoon. Als Whisper die te veel damage doet ofzo. Oh mijn god, Elise is... Of die Elise is tanky. React. Nee, de botturret. Ja, ik heb er al super mee in Where am I needed? Hoe vind je mijn sporen trouwens? Hoe ben jij nog 0 keer dood gegaan? Omdat alleen Ridden achter me aangaan, maar die heeft zowat geen damage en dan heb ik elke keer weer refresh. Alleen die blitzcrank die vloeit maar laten we. Ja, dat is ook niet zo succesvol. Gracefully. Ja, dat is heel leuk met dat ding. Je kunt hem op een duur niet meer killen. Als je de bal leeg is, kun je niet meer killen tot hij 90% af is. Ik had toch maar even wat armen moeten gaan kopen tegen mij, want ik heb hem helemaal tegen toe.
zit ik nou weer zo met gek worden. Ja, moet dat. Oh, de smikkels in speel. Dat is iets wat ik ook zou doen met Lee Sin.